Hallo, welkom weer bij www.knottenwol.nl, Knotten de Wolwinkel in Delft. En wij hebben vandaag iets superleuks voor jullie. We hebben namelijk al nieuw wintergaren binnen. Of ja, wintergaren, maar voor het koudere seizoen. En dat is de Tutti. Ik ga gewoon een kleur pakken. Dit is kleur nummer 6. En de Tutti bestaat 25% mohair, 25% alpaca, 20% wol en dan nog polyamide, zodat hij wat stevig blijft. Ja, en dit is een prachtig draadje. Dus dit is een nieuw draadje van Lana Grossa. En ik wilde dat vandaag even uitlichten. En wij zijn zo enthousiast over dit draadje dat we gelijk een ontwerp ermee gemaakt hebben. Dat vest draag ik nu. Dit is eigenlijk een te kleine maat voor mij, maar jullie krijgen het idee hoe dat eruit ziet. We hebben de Tutti hierin gecombineerd met de Cool Fina. Zodat, ja, dat geeft nog een grappige effect. En ja, we hebben dus heel veel kleuren Tutti. Het is gewoon een prachtig draadje. Maar ik ga jullie nu even laten zien hoe dat vest, hoe dat ongeveer werkt, zeg maar, om dat te maken. Want hier zijn we, ik ben een andere versie aan het haken. Met de andere kleur dus. Dus je haakt het aan één stuk. Je begint bij de boord en dan ga je de boogjes erop haken. En je blijft dus doorhaken. Dus je haakt dit allemaal aan één stuk. Dan blijf je doorhaken tot je bij de mouwen komt. Dan ga je, zeg maar, het voorpand apart doen. Het rugpand. Het andere voorpand. Zodat je een opening hebt voor de mouwen. De bovenkantjes van de aan de schouders maak je vast aan elkaar. Dan laat je een klein stukje open natuurlijk voor je hals. Die maak je niet vast aan het rugband. En daarna ga je aan, heb je dat aan elkaar gezet. Dan zit het al in elkaar, hè? Geen naadje in de zijkant. En dan ga je de mouwen erop haken. Met de manchetten. Een leuk detail dat het extra lange manchetten zijn. Dus zo bouw je dat vest op. Dit is de tweede kleur. En Helena, hadden wij nog meer kleuren bedacht? Zeker. Misschien wil jij die laten zien. Dus dat is met paars detail. Dit is... Is het origineel? Zoals deze. Dan hebben we nog een hele neutrale. Want ja, daar houden ook mensen altijd van. Rode. Altijd leuk. En deze ben ik nu aan het maken. De ja, blauw-rode. Dit zit natuurlijk nu nog een beetje in elkaar. Maar als je hem gaat dragen, dan wordt dit vanzelf wat groter. En we adviseren ook om dit op te spannen. Ja, en nu is het gewoon een kwestie van mij om boogjes door te haken. En dan heb ik dadelijk ook een vest.